De omzetwaarschuwing van TomTom was even schrikken, maar ze stelden in hetzelfde persbericht ook gerust dat de winst per aandeel gelijk zou blijven. De omzet die stijgt niet 4%, maar die daalt met 3%. En dat is toch wel een flinke tegenvaller, want als je kijkt hoe het in de eerste helft van het jaar ging, dan ging het eigenlijk best goed met TomTom. Ze zeggen dat de winst stijgt met 8% naar 23 cent per aandeel in het lopende jaar. Hoe kan dat? Dat de omzet daalt en de winst toch gelijk blijft. Nou, in de eerste plaats hebben ze een goed eerste helft van het jaar gehad. De zwakkere dollar heeft daarbij behoorlijk geholpen, want ze kopen in Azië en die valuta zijn gelieerd aan de dollar. Dus dat heeft ze gescheeld in de inkoopkosten. Dat zag je ook aan de bruto marge, die in de eerste helft van het jaar best goed was. Kijken we nou naar de winst per aandeel, dan zaten ze in de eerste helft van het jaar ook redelijk goed. En als je dat dan doorrekent voor die 23 cent die ze nodig hebben, dan moet je in het vierde kwartaal maar 5 cent per aandeel verdienen. En het was vorig jaar in het vierde kwartaal 10 cent. Dus de winst mag in het vierde kwartaal met de helft dalen en dan komen ze nog op die 23 cent. Je zou kunnen zeggen dat TomTom veel te bescheiden is geweest. Nou, de reden voor die omzetdaling is toch echt wel zorgwekkend, vind ik, voor TomTom. Als je kijkt naar de verkoop van navigatiesystemen, vooral de volumes, dan staan die flink onder druk. En dat is al een tijdje zo, het daalt met 20% en ze zeggen dat het in Europa sterk is tegengevallen. Nou, het derde kwartaal is natuurlijk erg belangrijk voor TomTom. Het vierde kwartaal is ook erg belangrijk. Het kerstseizoen is ook belangrijk voor TomTom. Het grote voordeel is dat ze de afgelopen tijd de gemiddelde verkoopprijzen redelijk behoorlijk hebben verhoogd, zo'n 15 tot 20%. En dat is waarschijnlijk de reden geweest waardoor de winst ook relatief goed kan blijven staan. Want ja, de verkoopprijzen gaan omhoog, maar ja, het heeft wel effect op de volumes natuurlijk, want ze verkopen daardoor wel minder. Het is altijd een keuze waar bedrijven tussen zitten, prijs en volume. Toch denk ik dat die krimp in navigatiesystemen, navigatiesystemen zijn heel belangrijk voor TomTom, want dat is de cash cow, de andere divisies, ja, die verdienen niet veel geld, daar moet vooral geld in, dat die krimp zorgwekkend is. Want als je kijkt naar de concurrent van TomTom, en dat is dan vooral Google Maps, ja, dat is een gratis systeem wat bovendien erg goed is, zelfs beter, uit eigen ervaring kan ik het zeggen, het werkt zelfs beter dan TomTom of andere navigatiesystemen. En het is bovendien ook nog gratis. Op langere termijn staat die navigatiekastjes van TomTom onder druk. En het grote probleem is, en dat hebben we misschien nu in het derde kwartaal gezien, dat dat vaak in één keer heel snel kan gaan. En daar maak ik me grote zorgen over. Want ja, als de cash cow zo snel wegvalt, dan wordt het toch echt een probleem voor die overige omzet van TomTom. Want dat is nog steeds minder dan de helft. Ik had als koersdoel 9 euro voor TomTom. Ik heb het al een lange tijd op niet aanbevolen. Ik vind het er toch wel nog wel flink wat waarde in zit. Maar ja, dat koersdoel dat zal waarschijnlijk toch wel neerwaarts aan worden gepast als zij volgende week vrijdag met de cijfers komen. Dan weten we meer en dan kunnen we nog eens opnieuw naar de taxaties kijken. Dus wat mij betreft, kijk uit met TomTom, voorlopig niet aanbevolen.